Goedemorgen, het is zaterdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik ben gisteren nog niet begonnen, want ik dacht, ja, ik ben toch niet, ik was niet vrij. En de nacht van donderdag op vrijdag heel slecht geslapen, dus ik dacht, nou, het is wel even goed. Maar vandaag zijn we er weer. Ik ben gisteravond nog uit eten geweest met een vriendinnetje, dat had ik eigenlijk wel willen filmen, maar dat ben ik vergeten. Eerlijk is eerlijk, soms vergeet ik ook dingen. Heel vaak eigenlijk. Vandaag ga ik eindelijk weer Zumba. Ik ben op zich woensdag heb ik 2 uur achter elkaar Zumba gedaan. Omdat ik dus 2 weken natuurlijk er niet was in verband met de vakantie. Ik zal even zo gaan zitten, dat is misschien iets beter met licht. En nu ga ik weer lekker Zumba. En dan komt begin van de middag een vriendinnetje langs. En het idee was dat we met Niels zouden gaan wandelen. Alleen ze stuurde nu, ja, ik ben er rond 1. Ja, dan gaat Niels naar bed. Dus dat wordt hem dan niet. Ze moeten even kijken of we gewoon op het terrasje gaan zitten of zo. Of whatever. En verder weet ik het nog niet zo goed. Oh ja, en morgen heb ik de baby shower voor mijn beste vriendinnetje. Ik zal zo even laten zien. Ik zou een beetje van de decoratie regelen. En ik regel het spel. Of dat heb ik gemaakt. Dus dat zal ik straks nog even laten zien. Nu staat de waterkoker aan. Dus dat heb ik nu zoveel zin. Dus dat is heel leuk. Dat heb ik zondag. En er is piekenkermis in Utrecht. Dus het leek ons wel grappig om daar even met Niels heen te gaan. Verder niet zoveel spannends. Een heel normaal weekendje. Maar wel lekker weer. Tenminste, dat zou het worden. Alleen het ziet er nu een beetje donker uit. Hey, meeuwens. Ja, ik neem jullie weer mee dit weekend. Dit is het. Ik had eigenlijk andere bordjes en andere bekers. Maar toen besefte ik me dat ik had servetten, maar die had ik eruit het mandje gegooid. En toen had ik bedacht dat ik andere servetten erin zou doen. Ben ik vergeten. Pas bij partydeco.nl of zoiets. En toen zat ik zelf in onze feestbak te kijken. Toen zag ik nog deze servetjes en deze bordjes en deze. Toen dacht ik, oh, dan doe ik dat. Want die andere bordjes, die waren iets groter, maar die waren dan minder dan met chevron. En ik had nog mintgroene chevron rietjes. Maar ik wilde nu voor nu graag wel servetjes. Dus ik dacht, nou, dan doe ik nu deze combi. Volgens mij is dit van de Action allemaal. En de Hema. Dit is volgens mij de Hema en Hema. En dan is dit Action. En dan heb ik nog deze grote confetti's voor op de tafel. Ja, ik dacht, ik ga het ook niet te gek maken. Ik had nog een paar ballonnen. In een beetje de kleuren. En dan vlaggetjes. En deze kaartjes heb ik gemaakt. Dat zijn 30 seconds kaartjes. Maar dan, nou ja, zoals je ziet met kinderthema, babythema. Op als slaapgebrek, liefde, uitzendlijst, het eerste woordje. Of badthermometer, dikke trap, reiswieg, sesamstraat, campingbedje. Luiertas, verschoonmatje, kraampakket, baby, uitzendlijst, slaapkindje, slaap. En dat gaat verder tot tepelkloven en totaalruptuur. Maar goed, dat dus. En dat neem ik allemaal mee. Natuurlijk ook cadeautjes en dingetjes. Maar ja, dus dat is voor zondag. Nu ga ik ontbijten. En ik ben dus nu weer helemaal lactosevrij. Dus ik ontbijt met havermout. Dit is hele pure chocolade. Hier zit geen lactose in. Dit is banaan, kiwi en kaneel. Dit is mijn outfit van de dag. Van vandaag. Dit jurkje. En een vriendinnetje is er. We gaan nu eventjes wandelen en iets drinken. Ik heb me even omgekleed. Oh, 2 tellen kar. Ik moet eventjes iets zeggen tegen de camera. Ik heb me even omgekleed. Dat is beter voor de kermis. Hoppatee. Daar gaan we. Nou, we zijn er hoor. Even nog een fiets neerzetten. Nou, hier gaan we dus zo meteen in. Dat zal mij benieuwen. Hij wil er graag in. Dan doen we dat. Feest op de kermis. Zo, boodschappen zijn net bezorgd. En nu zit ik even mijn kaartjes te schrijven. Ik heb morgen een babyshower van mijn beste vriendinnetje. Ik heb een kaartje, ze krijgt een jongetje.
Ik heb eventjes op, ik vond het een heel leuk kaartje. Er staat op niks moet en niks mag. Dat leek me wel leuk, want morgen begint ook de, of vandaag is ook de verlof begonnen. Gisteren. Oh. Cheers. Niels vond de kermis fantastisch. Hij wilde niet meer uit het achtbaantje. Hij wilde niet meer van de draaimolen af. Hij vond het allemaal helemaal geweldig. Nou, Niels wil even op schoot. Goedemorgen, het is zondag en ik heb altijd op mijn knieën. Het was een heftige nacht. Niels, die, Niels zijn nieuws. Wat? Kleine understatement hoor ik achter me. Niels' nieuwste hobby is hoofdbonken. Dat is echt verschrikkelijk. Hij gaat staan en gaat keihard met zijn hoofd tegen de bedrand aanbonken. Zijn hele voorhoofd is ook blauw. Het is verschrikkelijk. Misschien dat ik er later op de dag nog wat meer over vertel. Maar voor nu zit ik gewoon... Uiteindelijk heb ik nog best wel wat geslapen, gelukkig. Maar dan meer van 7 tot 9 dan van 5 tot 7. En we zitten zo waar te ontbijten met brood. Want we hadden lekker brood, dus dachten we gaan dat lekker eten. Wij gaan even naar buiten en dit is mijn outfit van vandaag. Een wit t-shirtje en een kort broekje. Het t-shirtje is van Via ASOS van een of ander. En broekje is van de H&M. En ik heb een nieuw horloge van de ASOS. En I love it. Het is een zwart bandje met zilver en dan marmer. Dus. En ik doe zo meteen gimp aan, maar nu gewoon slippers. Want we gaan de zandpak in. Dus dan heb ik geen zin om dat allemaal in mijn, mijn schoenen te hebben. Ja, ik ga naar buiten. Oh, ik wilde buiten nog filmen. Maar toen kwamen de buren tegen. En toen kwamen er nog buren, meer buren bij staan. Dus... heb ik niet gefilmd. Ik ga nu heel snel, want het is, ik moet over 10 minuten de deur uit. Dus ik ga heel snel even alles pakken en doen. Zodat ik alles bij me heb voor de baby shower. Ik heb er zin in. Ik bedenk me nu dat ik nog even plakband moet hebben. Heel gezellig met z'n allen, maar ineens vergeet je de tijd. Nou, ik ga snel alles pakken. Ik weet niet zo goed of ik kan filmen daar. Want het is natuurlijk wel, ja, het is met allemaal mensen en... Dat was ingewikkeld, maar ik probeer wel even iets te filmen in ieder geval van de voorbereidingen en zo. En, het is een beetje een gekke vlog, maar ik heb natuurlijk die enorme vakantievlogs, dus ik hoop dat dat even een goede buffer is. Zo, alles is klaar. De tafel in de tuin gezet. Niels heeft het fietsje van de buren geleend. Dus ik wil even terugbrengen. Of ze hebben eigenlijk geruild van fiets, sorry. Excuse me. Excuse me. Baby shower was echt heel leuk. Ze haat verrassingen, net als ik trouwens. Wat? Denk het. Ze haat verrassingen, maar ze vond het uiteindelijk wel heel leuk. En daar gaat het om. Ik ben echt helemaal gestoofd, maar we gaan nog eventjes een ijsje eten. En... ijsje, ijsje. En naar de speeltuin. Niels heeft een lekker ijsje. En ik ook, allemaal lactosevrij, dan mam. Sven en Niels gaan van de hoogste glijbaan samen. Ik ben heel benieuwd of Sven er doorheen past. We zitten lekker in het giftpark. Heerlijk, net ijsje gegeten van mijn mam. Nou, even kijken, daar gaan ze komen. Als en dat Sven straks vast komt te zitten. Oh, lekker. Nee, Niels, dat is van het eten. Ben je erbij? Ja. Zo, wij zijn weer thuis. Had ik zijn bed opgemaakt. Wie herkent dit? Dat je dan een was doet en dat daar ineens
ergens een verdwaald, mini, klein, maar super donkerblauw jongbroekje tussen zit. Wat nog niet eerder gewassen was. En wat afgeeft. Dus ik heb nu allemaal een beetje lichtblauwe rompertjes. Lichtblauw, ben dat goed? Nou ja, goed. Maakt niet uit. Het is niet heel erg hoor. Ik bedoel, ik zie het. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar je ziet het als het bij een wit shirt houdt. Nou, hij had net een poepluier in zijn bed. Ik ga even bij zitten. Moe. Hij had net een poepluier in zijn bed. Dus ik had net zijn bed verschoond en toen kon ik weer opnieuw beginnen. Maar toen dacht ik, ja, ik moet toch nog de handdoek wassen. Dus ik heb alles er weer mee gegooid. En ronde 2. We zijn net even lekker het ijs wezen eten, zoals je net hebt kunnen zien. En daarna zijn we nog even in de speeltuin geweest. En nu ben ik gebroken. Het is nu 6:55. We gaan zo... Oh, ik denk dat dit is mijn poep. We gaan zo lekker eten. En dan... Oh ja, de nacht van hel. Zal ik dat nog even vertellen, nu we toch zitten. Man. Sinds we terug zijn van vakantie... zijn de nachten nog niet echt ultiem geweest. Ik heb trouwens een murrenbult, dus je denkt dat heeft ze. Hij heeft 2 nachten goed geslapen en de rest slecht. En zijn nieuwste hobby is hoofdbonken. Nou, ik weet niet, als je er ervaring mee hebt, let me know, want het is echt verschrikkelijk. Wat hij dus doet, ik zal het laten zien. Dit is zijn bedje en hij gaat dan zeg maar zo staan daar. En dan gaat dus keihard met zijn hoofd tegen die rand, maar dan aan die kant, keihard met zijn hoofd tegen die rand aanlopen beuken. En ja. Maar zoals je zult begrijpen, resulteert dat dus hij heeft al helemaal allemaal blauwe plekken hier. En nou heb ik er vannacht heel veel over gelezen. En ik vind het een beetje lastig, want er staat dat heel veel kinderen het vanaf een maand of 9 doen. En dan ritmisch om zichzelf in slaap te krijgen. Of om de dag te verwerken en dat soort dingen. Nou, dat is bij Niels niet het geval. Ten eerste is Niels natuurlijk al ruim 1,5. En ten tweede, het gebeurt vaak pas 's nachts. En het is als hij echt compleet hysterisch is. We hebben het gevoel dat het een soort... het is gewoon aandacht trekken. Tenminste, dat gevoel hebben wij. En ik denk wel als ouder dat je altijd een beetje op je intuïtie moet afgaan. Want what else do you have? Want zodra we binnenkomen is het ook klaar. Maar ja, wat moet je dan? Want je wil niet dat hij zich helemaal kapot smest. Toen zei hij, je moet iets om dat bed heen doen. Ik dacht, ja, hoe dan? Dus we gaan nu nog even 1 nacht aankijken. En anders zei ik al, dan gaan we gewoon een campingbedje neerzetten. Want dat heeft natuurlijk veel zachtere rand. Maar het is echt zo naar als je kind keihard met zijn hoofd tegen de bedrand hoort aanstaan. En vervolgens ook heel hard gaat krijsen en huilen. Dus hij doet zichzelf wel pijn. En ik weet ook niet, moet je daar dan ergens mee naartoe om te checken of hij geen hersenschudding of zo heeft? Ja, ik vind dat altijd zo lastig inschatten. Maar uiteindelijk hebben we vannacht toch maar weer de uithelmethode gedaan. Dus erheen en zeggen van, het is tijd om te gaan slapen, bla bla. Gewoon kort en simpel en geen aandacht verder aan besteden. Dus dan zeggen we altijd, papa en mama slapen, schaapje, dat is zijn wekker zeg maar, staat. Dus Niels ga ook maar lekker slapen, wel te rusten, boom, weg. En dan gaan we vervolgens een minuut terug, dan na 2 minuten terug, dan na 4 minuten, dan na 8. Nou, en zo bouw je dat dan uit. Dus dat zijn we gisteren weer een soort van gaan doen. En dan, ja, je zegt gewoon even, of iedereen slaapt. En dan weer wel te rusten. En dan zo blijf je dat dan doen. Maar dat is verschrikkelijk, want hij krijst zo hard. Hij heeft 2 uur lang, echt 2 uur lang... keihard gekrijsd en met zijn hoofd tegen de bedrand gebonden. Nou, het begon gewoon met krijsen en ik denk na een uur of zo begon het met die bedrand erbij. En dat stopte denk ik een half uur later of zo weer. Nou, het is echt verschrikkelijk. En uiteindelijk zijn we allemaal in slaap gevallen. Het is zo lastig ook van, als je hem in bed neemt, dan beloon je zijn gedrag. Want we hebben echt het gevoel dat het niet is om een dag te verwerken of iets. Dus dat wil je ook niet. Ik vind het echt... Af en toe is het echt hogere wiskunde. Maar goed, gelukkig is hij gaan slapen om 6:30 of zo, denk ik. En toen hebben we nog wel tot bijna 9 uur doorgeslapen. Dus dat was fijn. Dus we hebben wel 2 uur minder geslapen vannacht. Nou, iets meer trouwens, want we hadden s'avonds laat volgens mij ook nog wel een beetje gedoe. Echt zo lastig.
Dus ik hoop echt, fingers crossed, dat het vanavond beter gaat. Want het is echt voor niemand leuk. Als je denkt, dat hoor ik trouwens. Dat is de robotstofzuiger. Die is even onze slaapkamer aan doen. Maar nee, het is echt... Ja, vreselijk. Mocht je tips hebben, echt let me know in de comments. Ik weet het niet. Ook als je wel een idee hebt hoe je zo'n bedrand zachter kan maken op een veilige manier. En dat is natuurlijk ook dan nog belangrijk. Want ik weet het niet. Mijn moeder had nog wel een goede tip. En dat ga ik wel even trouwens doen. Dat ga ik nu alvast klaarleggen. Een grote pleister op zijn hoofd doen. Gewoon op die plek waar hij nu al die deuken heeft. Want er zit altijd zo'n soort zacht kussentje. En dan heb je ook een soort, gevoelsmatig is het dan iets minder dramatisch. Dus dat vond ik wel een goede tip. Misschien zelfs nog met een beetje watjes of zo. Dus dat is een goed idee. Nou, dat gaan we in ieder geval vanavond doen voor de zekerheid. En we gaan vanavond eten. Niels die begint gewoon lekker met wat groenten. Ik denk dat ik een paar worteltjes voor hem ga maken. Of wat ertjes of zo. En dan eten wij vanavond pizza. En ik heb nu voor Niels heb ik van die piccolini's gedaan. Ik dacht, als hij dan zijn groenten op heeft, dan kan hij nog wat van zo'n piccolinietje eten. Voor de zondag. Ik heb geen idee. Leek me leuk. Hij wil namelijk altijd onze pizza opeten. Maar ja, dan hebben we zelf niks meer. Leuk hoor, zo'n ding over het schouder. En de baby shower was trouwens heel leuk. Ik heb nog niet verteld volgens mij. Maar het was echt heel leuk. Zij haat net als ik verrassingen. Maar uiteindelijk was ze er heel blij mee. Dus. En dan is het weekend alweer voorbij. Het was denk ik echt een beetje een saaie vlog. Mocht er nog iets spectaculairs gebeuren, zal ik het uiteraard nog filmen. Maar ik verwacht het eigenlijk niet. Dus ik denk dat ik hem ook maar gewoon lekker ga afsluiten. Nu ik toch hier zo casual met jullie aan het kletsen ben. Maar ja, heb je tips over hoofdbonken? Please let me know, want het is vreselijk. Hij heeft het ook nooit eerder gedaan. Dus hij doet het ook overdag niet. Hij doet het ook bij zijn middagslaap niet. Hij doet het alleen 's nachts. En ook niet om in slaap te komen. Gewoon om loco te gaan. Dus mocht je nog tips hebben, let me know. En verder, even te denken wat we volgend weekend hebben. Volgende keer hebben we 2 feestjes. Moeten we nog even kiezen. En verder hebben we volgens mij niet zoveel, maar het wordt gewoon wel een relaxed weekend. En dan heb ik een dag langer weekend, want ik ga dan weer mijn vrijdag als mamadag doen in plaats van de woensdag. Dus dat wordt ook gezellig. En oh, nog één leuk dingetje. Vrienden van ons zijn er bevallen en die hebben dezelfde kraamhulp als dat wij hebben. Dus als ze zich een beetje goed voelt, zei ze, dan vind ik het wel leuk als je even langskomt. Dan kan je ook de kraamhulp zien, dan kan de kraamhulp Niels ook zien. Dat zou toch grappig zijn, dus dat is wel heel leuk. Sowieso ook heel leuk dat ze bevallen is en dat alles gezond en wel is, dus... Dat is het laatste. Ik ga afsluiten over en uit. Ik weet het allemaal niet meer. Ik ben zo moe ook, jongens. Zo moe. Ik hoop dat jullie toch weer een beetje leuk vonden om te kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week. In ieder geval weer. Maar er komen ook extra vlogs, shopvlogs. Van alles komt er online. Dus doeg!